De partij Vlaams Belang vormt in het Europees Parlement een nieuwe fractie, samen met onder meer het Franse Front National en de Nederlandse PVV. De groep krijgt de naam Europa van de Naties en de Vrijheden. Doordat de verschillende betrokken partijen nu een fractie vormen, krijgen ze meer geld en meer spreekrecht. Annemie. Een onfris gezelschap volgens de ene, een groep politici die zegt waar het op staat volgens de andere. Het Franse Front National van Marine Le Pen vormt samen met onder meer de partij van de Nederlander Geert Wilders en het Vlaams Belang een nieuwe fractie in het Europees Parlement. Ja, ik wil de stelligste ontkennen dat wij extreemrechtse partijen zijn. Wij verkondigen een mening die breed gedragen is bij de bevolking en vandaag krijgt die gewone man in de straat een stem in het Europese parlement? Niet extreem, zeggen ze, maar de politici van het Vlaams Belang kunnen het goed vinden met deze Geert Wilders uit Nederland, die stevige standpunten heeft over migranten en moslims. Together we will also fight the mass immigration and the Islamization of our European continent. Tot nu toe zaten deze politici apart in het Europees Parlement. Door een fractie te vormen krijgen ze meer geld en meer spreekrecht. Je remercie particulièrement monsieur Schulz et l'administration du Parlement qui en nous traitant comme des sous-députés nous ont donné un sursaut d'énergie afin de constituer ce groupe fort. Jullie gebruiken het geld van Europa om te strijden tegen Europa. Wij gebruiken gewoon het geld van onze kiezers voor een politiek te doen. Zo hoort dat in een democratie.